we zien natuurlijk nu op die sets en zo van, we hebben natuurlijk in heel veel MeToo-gesprekken gehad. Dat heeft ook best wel voor wat veranderingen gezorgd over intimiteitscoördinatoren en dat soort dingen. En je ziet dat het nu natuurlijk eigenlijk weer dat nieuwe gesprek is wat over geboelie gaat. Ja, daar moeten nog wel echt best wel wat stappen in gezet worden op sets. Vorige week zat actrice Victoria Koblenko hier en die had een vraag aan jou. Kunnen we daar even naar kijken? Wat zou je graag van hem willen weten? Nou, allereerst Willem, bedankt voor de lines in Veuter. Daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier naar terug. Dat heeft hij geregisseerd. Nee, dat meen ik echt. Hij heeft het geschreven. Oh ja. En weet je, op het moment dat je tekst leert voor een rol, die verlaat je nooit. Dus ik kan ze bij wijze van spreken nu nog steeds reciteren. Maar Willem heeft in een interview afgelopen jaar gezegd, als je wat testosteron in een scenario wil, moet je mij bellen. En mijn vraag is of het niet ondertussen tijd is om wat oestrogeen in al die scenario's te brengen. Oeh, ja. Ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg om die quote sowieso eens recht te zetten. Wat ik namelijk tegen Bobby zei, die mij belde voor de krant. Want ik zei, ik had altijd de reputatie dat je als je testosteron nodig had, dat je mij moest bellen. Maar, zei ik, ik begrijp niet waar die reputatie vandaan komt. Want ik wil helemaal niet zo, dat soort dingen schrijven. En ik vind mijzelf eigenlijk helemaal niet zo actie, politie, thrillerachtig. Dus ik begrijp, en dus ik wil daar eigenlijk vanaf. Was de volledige quote. Nou, die als Bobby. Het is mijn werk en dit begrijp je kan. Nee, hij had het volgens mij wel ergens in het interview altijd wel gezegd. Maar de kop was, heb je testosteron nodig, bel Willem. Dat was wel een beetje balen. Dus ik dacht nog van, ja, verdomme. Ja. Dat is precies wat ik zei dat ik niet meer wilde. Ja. Maar, dus ja. Heb je veel telefoontjes gehad? Of? Ja, nee. Ik had vooral thuis aan Sarah, mijn vrouw. Die bleef maar zeggen, van, bel. Gewoon die krant zegt dat ze die kop veranderen. Die ga je weer niet jarenlang krijgen. Waar. Ja. Maar misschien moeten we wel een onderscheid maken tussen testosteron in een scenario en op de filmset. Ja, nee, daar is een groot verschil tussen natuurlijk. Ik bedoel, ik weet dat het niet een vraag over mij specifiek alleen is. Maar ik bedoel, ik durf overigens wel te beweren dat ik ook op de set niet heel veel testosteron gedreven ben. We hebben altijd mee oppassen met als je zoiets zegt, van, dan is er altijd iemand die natuurlijk meteen een voorbeeld heeft van dat je dat wel was. Maar ik bedoel, ik denk niet dat ik daarom bekend sta als een schreeuwend mannetje, nee. Zeg maar, op de set. Die bestaan er wel. Die zijn er heel veel. Die waren er heel veel. Die worden minder talrijk, omdat die in de minderheid beginnen te raken. En die cultuur is op de set ook wel echt aan het veranderen. Dat is ook echt een generatieding. Kan eigenlijk niet anders zeggen. Dan, je ziet gewoon vanaf een bepaalde leeftijd, er zijn mensen die hun hele leven al zo werken. En dat gaat gewoon over, ja, zal ik de kabel kwijt, zo kan ik niet werken, weet je wel. Dus dat, de hele tijd dat gebrul. Maar je wordt natuurlijk niet, je wordt alleen regisseur als je toch echt ervan overtuigd bent dat je het beter weet dan de mensen om je heen. Of in ieder geval. Ik weet niet of ik mezelf zo zou typeren eigenlijk. Nee, ik vind mezelf best wel een twijfelaar en ook best wel onzeker. En wel op zo'n en ik ben ook niet, vind ook niet, mijzelf niet iemand die met zijn vuist op tafel slaat en zegt, en nu gaan we het doen zoals ik het wil. Maar wel, zo zie ik me eigenlijk helemaal, mezelf eigenlijk helemaal niet. En ik denk gewoon, ik vind het vooral gewoon heel leuk om te doen. En heel leuk om met acteurs te werken en om ideeën te hebben. En wij zijn eigenlijk altijd wel heel erg van het samenwerken. En van het, oké, hoe denk jij dat je het wil doen? Natuurlijk moet je, in the end, als regisseur moet je zeggen, ja, uiteindelijk ben ik, is het mijn wil, is wet. Maar ik zou zelfs eerder zeggen dat als ik een soort van zwakke plek van mezelf als regisseur zou moeten noemen, is dat moment van dat ik zeg, nee, nu doen we gewoon wat ik wil, dat ik daar eigenlijk een beetje te lang mee wacht. Snap je? Ja. Dus het is eerder andersom. Dus daar zou ik misschien nog wel wat meer testosteron bij kunnen gebruiken. Maar daarover gesproken, weet je, we zien natuurlijk nu op die sets en zo van, we hebben natuurlijk heel veel MeToo-gesprekken gehad. Dat heeft ook best wel voor wat veranderingen gezorgd over intimiteitscoördinatoren en dat soort dingen. En je ziet dat het nu natuurlijk eigenlijk weer dat nieuwe gesprek is wat over geboelie gaat. Mm-hmm. Toch? En over niet zozeer seksgerelateerd maar wel gedragsgerelateerd. En daar moeten nog wel echt best wel wat stappen in gezet worden op sets. Mm-hmm. In gewoon
werksfeer. Dus sowieso niet het is natuurlijk een microcosmos, ja, met heel veel druk daarachter. Ja, en natuurlijk, je mag heus, ja, door die druk zul je een wat dikkere huid moeten hebben. Misschien soms, dat kan gebeuren, dat mensen enorme stress komen, enorme kosten. Wij kijken dus die stress is er. Maar je merkt heel erg, en dat is echt een generalisatie, zal ik er meteen bij zeggen. Maar je merkt wel dat er echt een grens in leeftijd getrek is bepaald. Soort eigenlijk millennials en jonger, die eigenlijk weigeren zo nog te werken. En een bepaalde groep, ook niet iedereen, lang niet iedereen, maar vanaf een zekere leeftijd, dat mensen dat ook een beetje gelul vinden. Zo, ja, maar zo doen we dat gewoon. En dat hoort bij, weet je, een sterrenkeuken en een filmset. En dan denk ik, dan is het gewoon, een schoppel in je reet als je in de weg loopt, dat soort dingen. En dat is echt aan het veranderen. Dat is gewoon, dat doen we niet meer. Of even buiten het feit wat we daarvan vinden, is dat gewoon aan het verdwijnen. Ja, en denk je dat het ook doorwerkt in de kwaliteit van de film? Dat het ook op dat niveau uitmaakt. Natuurlijk, los van dat je geen getraumatiseerde werknemers hebt. Ja, maar ik geloof daar echt in, ja. Dat is gewoon een ding wat ik... En nogmaals, dat wil niet zeggen dat ik nooit onaardig ben geweest. Of daar, maar ik geloof wel. En ik denk ook van, je ziet dat... Ik vond dat je dat dus bijvoorbeeld zondag bij zo'n Tarantino ook zag. Dan zie je buiten ongetwijfeld alle problematische dingen die man vindt. Of dingen, weet je wel. Trouwens, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of je problemen mag. Maar je ziet dat iemand die komt op het podium, die hoeft niet aan die zaal te laten zien dat hij de baas is. Of dat hij de grote man is. Dat is hij in feite wel. Maar je ziet, het is eigenlijk een hele aardige man. Op zo'n podium. En die eigenlijk heel erg het publiek adresseert. En heel erg daarmee bezig is. En als jij zijn B-roll ziet van, of zijn making of zo'n films, dan zie je hem ook op zijn set gewoon genieten. En gewoon het naar zijn zin hebben. En dan zie je eigenlijk bij al die grote... Nou, zal vast ook niet iedereen zijn, maar als je datzelfde geldt voor Scorsese, als je die een film ziet maken, dan zie je een man die staat niet te schreeuwen. Die heeft het enorm naar zijn zin. En die haalt op die manier het beste uit zijn acteurs. En dat zie en Tarantino, die vertelt ook over hoe hij werkt met acteurs. En ja, je moet mensen een gevoel van vrijheid geven, waardoor ze... En dat krijg je dus niet door het, door er een drillkamp van te maken.